schemer van de vrijdag werd op sportcomplex De Vaart in Alkmaar de Vampierrun gelopen. Een recreatieve loop met een griezelig tintje. Nou, ze gaan straks bij de startfinish gaan ze verzamelen. Daar doen we een warming-up. En daarna gaan ze starten. Ze lopen 1 kilometer. Ze lopen 2 rondjes hierop op het complex en door het complex. En daarna zullen zij eindigen bij de finish. En daar zullen wij een prijsuitreiking hebben voor het leukst en ja, origineelst verklede kind. Die krijgt een prijs. Hij ziet er wel een beetje griezelig uit. En volgens mij vond je het ook een beetje spannend, want jij bent nummer 2 geworden. Gefeliciteerd. Mama heeft alles geslinkt. Ik ben een soort van horrorclown. En ik ben een beetje gesminkt. En ja, je kan heel veel mensen laten schrikken. En dat is wel geinig. Het was wel even zoeken naar mogelijkheden binnen de coronabeperkingen. Daarom was de run ook alleen voor kinderen tussen 7 en 12. De jongste doelgroep, de kinderen van 0 tot 6 jaar, waren ook van harte welkom. Maar helaas, daar zijn natuurlijk de ouders spelen daar een grote rol in om die kinderen hier rond te laten rennen. Ja, en als ouders erbij zijn, is het heel moeilijk om met een klein kind natuurlijk die afstand te bewaren. Dus die doelgroep hebben we helaas moeten cancelen. Maar we kregen wel heel veel begripvolle reacties van ouders. Dus ja, we moeten het samen doen.